Oh. Oh, daar zijn mijn kijkers al. Goeiedag allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, hè. Vergeet hier onderaan niet abonneren. Want dan zeg je toch altijd in het begin van mijn vlog. En vergeet niet om mijn belletje te drukken. Yay. En welkom weer op een deel van mijn leven. Ik ga nu even gauw naar de Carrefour Market. Daar ga ik gauw wat beleg halen. En dat was wel nog iets. En chips voor haar, want zij wil weer al chips eten. Ai, toch. Ja, dan gaan we dat maar eens doen, hè. Ja. Goedemorgen, trouwens. Aha, het is echt nog maar morgens voor ons. Het is eigenlijk al 10:48. Daar was je al lang voor geweest. Dat sommigen zo ferm treuzelen in het verkeer, hè, voor over te steken of zo. Geen angst op, voilà. Oei. Wat die daar bezig was, dat weet ik ook niet. Stond gewoon midden van de baan met 4 pinkers. Ach ja, maakt niet uit. Ja, en het is weer al druk verkeer. Echt, het begint nu terug drukker en drukker en drukker te worden. Eindelijk ben ik nu aangekomen bij de straat van de Carrefour Market. En dan gaan we hier eens in. Voilà. Bij deze. Hupsaterie. En mijn parking is nog altijd vrij. Dat is goed. Toppie. Tot ziens allemaal. Zo mensen, ik ben blij dat ik hier uit de Carrefour Market ben. Waarom? Omwille van... Allee, zeker. Echt waar, man. Ik heb gewoon een FFP2 mondmasker op. En weet je hoe ik werd beschouwd? Als een alien. What the fuck? Echt waar, let op uw taal. Echt waar, man. Daar werd ik wel even kwaad om. Nee, zoiets moeten ze niet doen. Lijkwagen. Dan zie ik wel meer en meer rondrijden. Ik wil dat niet. Oh nee, het was geen lijkwagen. Sorry. Maar over het alien gedoe, nee. Doe het alstublieft niet zoiets zeggen en al. Dat doet pijn. Echt waar, dat doet pijn. Ik probeer mijn eigen ook al te beschermen tegen corona, dat ik niet extra mensen kan besmetten. Echt waar. Geen respect. Echt waar niet. Daar ben ik wel even, stil van. En dan mogen nog niet eens hun als de doden mensen. Dat mag dus totaal niet, hè. Nee, dat mag dus niet. Maar ja, zo, je moet zo denken. Ik ben wel beschermd, maar hij niet. Als hij wilt afzien in zijn leven... Zijn probleem, mijn probleem niet. Wilt hij afzien? Ja, van een
intensieve zorg te liggen, want ik heb de beelden al gezien en het is ook geen pretje. Zijn zorg, mijn zorg niet. Oh jong. Ach ja, maakt niet uit. Ik ga hier nog even parkeren. Valassa. Nou, straks deze avond zet ik mijn not gevonden op de parking. Ja, kijkers. En welkom nog eens terug. Ik heb ook jullie een klein beetje op de hoogte stellen. Ook via mijn vlogs. Voor de gratis games. Week 17 zitten we al. Op Steam. Hebben we XCOM 2. XCOM 2 is normaal gezien voor €49,99 verkrijgbaar. Maar er zit nu een fixe korting van 75% op. Die komt nu op €12,49. Je kan ook XCOM 2 Digital Deluxe kopen voor €16,24 in plaats van €64,99. Dat is een korting ook van 75%. En je kunt ook een bundel, een megakorting is er ook opgezet. Zoals het in die bundel. XCOM 2 Resistance Warrior Pack. Reinforcement Pack. En de XCOM 2 zelf. De XCOM 2 War of the Chosen. Tactical Legacy Pack. En War of the Chosen. Dan, deze pack is normaal gezien in plaats van €122,95 is het nu maar voor €28,20 te verkrijgbaar. Een korting maar van liefst 77%. Geniet er maar van. Op mijn website vind je ook wat trailers op www.psychotv.be. En denk eraan, voor de mensen die ook heel graag Total War Shogun spelen, die is binnenkort gratis te verkrijgen vanaf 27 april tot en met 1 mei. Dus ja, spring erop als jullie er het heel graag op spelen en al. Dus download die spel. En die komt dan ook automatisch in uw bibliotheek te staan van uw Steam. Dan gaan we over naar Epic Games. Daar is For the King gratis te downloaden. En ik zeg het u, dit is ook wel een hele mooie game. De trailer staat ook op mijn website www.psychotv.be. Dan een hele oude spel. Echt waar. Monopoly Plus. Deze is via Uplay te spelen. Vanaf nog tot en met 27 april... 2020 tot 8 uur zelfs kun je die gratis downloaden. De trailer staat ook op mijn website. Dus surf gerust naar www.psychotv.be voor, jawel, daar op de hoogte te blijven. Elke vrijdag doen we dat. En ik zoek ook altijd nieuwsbordjes voor mijn website toch wat actiever te maken. Dus meld je aan ook op Discord. De Discord link staat hieronder in de beschrijving. En kom ook gerust naar www.psychotv.be. Ja, we zijn hier op de kamer wat Enzo Knol aan het kijken. Wat bijbenen, want we staan redelijk ver achter. Dus het kan zijn dat het weer een hele korte vlog wordt, hè schat? Ja. Dus wij zien heel graag Enzo Knol en we staan echt al heel veel achter. Smaakt het? Ja, deze chips is mijn lievelingschips. En daar ging hem bijna. Ja, maar ik heb het nog precies op tijd kunnen opvangen. Ja. Schatje? Ja. Smakelijk. Dank je, schat. Graag gedaan. Ja, groen. Maar wel een beetje wiesgroen. Wiesgroen moet je